Sport is een bijzonder element van het maatschappelijk leven. Zo begon de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, haar toespraak gisteren tijdens de officiële ingebruikname van het multipurpose kunstgrasveld te Beekhuizen. Volgens haar heeft de regering de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om het sportgebeuren in al haar facetten in goede banen te leiden. We zijn ervan overtuigd dat gezonde mensen een significante bijdrage kunnen leveren aan het wederom op spoor brengen van de nationale productie en economie van ons land. Nu de COVID-pandemie enigszins achter de rug is, kunnen de jeugd en volwassenen dan optimaal gebruik maken van deze sportaccommodaties. Het biedt ook de mogelijkheid aan de jongeren om hun vrije tijd zo gunstig mogelijk te gebruiken en af te blijven van criminele activiteiten. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is de sportautoriteit in Suriname en uit hoofde daarvan staan onze deuren open voor een ieder om van gedachten te wisselen over de aanpak van de nationale sport in ons land. Suriname telt nu 26 kunstgrasvelden en heeft nu in totaal 245 worldcoaches. Dit komt dankzij de goede samenwerking tussen het ministerie van ROS en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB. Enkele coaches kregen hun certificaat uitgereikt. Kenneth Jalins, die KNVB vertegenwoordigde, gaf aan dat de worldcoaches een belangrijke rol te vervullen hebben in het geheel. Het wordt natuurlijk voor deze worldcoaches een tweesporig beleid. De coaches die dienen met onze jeugd, waar deze velden neergelegd zijn, op deskundige wijze om te gaan, om ze de basis technische vaardigheden binnen het voetballen bij te brengen. Maar daar gaat het niet alleen om. Het gaat er meer om dat deze worldcoaches het voetballen gebruiken om onze jeugd levensvaardigheden bij te brengen. De life skills, die ook op en tijdens de cursus verzorgd worden door mevrouw Wendy Dissels, een van de docenten, zoals de heer Burke een van de docenten is. Jalins overhandigde enkele sportattributen aan sportdirecteur Gordon Toning Cho. Vice-president Ronnie Brunswijk liet doorschemeren dat de regering iedere dag haar best doet om het volk tegemoet te komen. Hij riep op om een gezonde levensstijl op na te houden. U moet gezond en sterk blijven om dit land te helpen opbouwen. Gaat u dus flink sporten, gaat u hardlopen, voetballen en zwemmen. Zorg u ervoor dat u beweegt. Neem je vrienden en familie mee en moedig ze aan om te bewegen. We weten dat we door te sporten de kans op verschillende ziekten kunnen verminderen. Eet daarom ook gezond. Wij moeten ook het schooltuinproject nog meer gaan promoten, zodat elke leerling er ook bewust van is dat groenten uit eigen tuin de meest gezonde groenten zijn. President Chan Santoki bleef verder beuken op een gezonde levensstijl. Hij nam zichzelf als voorbeeld en gaf aan dat hij 10 kilo is afgevallen. Dit doel heeft het staatshoofd kunnen bereiken ondanks zijn druk werkschema. Hij benadrukte dat indien een individu zich bijijvert om een persoonlijk doel te behalen in het leven, dat doel zal bereiken alleen door hard te werken en offers te willen brengen. En dat is wat ik vraag, om tijd vrij te maken in je leven. Om te bewegen, wel prachtig weer. Je kan overal een beetje joggen. Maar omdat we vinden dat joggen een beetje gevaarlijk wordt in bepaalde buurten en straten, hebben we als regering het besluit genomen om op bepaalde dagen, bepaalde tijden de straten af te sluiten. Onder politietoezicht, dat iedereen vrij mag bewegen. En zulke projecten, die worden overal in alle resorten uitgevoerd. We hebben recentelijk nog daar te Nieuw-Amsterdam een open gym geopend waar iedereen kan gaan sporten. En het leuke is dat al die gymmaterialen, al die trainingsmaterialen door onze eigen Surinamers zijn gebouwd en ontwikkeld. En dat is de kracht die we hebben, dat we met sport ook de local
content de gelegenheid geven om daartoe een bijdrage te leveren. Beekhuizen, iedereen uw idee? Best wel prachtig. Grasveld, gaat goed gebruiken. Gaat goed onderhouden. Maar laat dit veld een toegevoegde waarde zijn voor jullie allemaal. Dat jullie gaan sporten, jullie gaan organiseren, jullie kwaliteit gaan leveren, gedisciplineerd worden, karakter gaan tonen. Want dat is wat we nodig hebben in topsport. En dat jullie daarmee laten zien, ja, jullie gaan op jullie wijze een bijdrage leveren. Yeah, man. Turn the light up.